welkom. Cedric, voorzitter Route Rotterdam en tevens net als Daryl, ook jongerenwerker met zijn hart op zijn tong. Ik kan niet heel veel zeggen wat alle vorige sprekers al niet hebben gezegd. Het enige wat ik wil zeggen is, je bent echt moe van het constant teleurgesteld worden, lezen dat de organisatie die voor alle Rotterdammers er moet staan, er gewoon een aparte potje van maakt. En letterlijk gewoon wordt gescholden, mensen worden afgezet als paupervolk, die niet serieus wordt genomen en vervolgens ermee wegkomt. Ik zag het net al staan, geen foei maar doei. Hoeveel hashtags moeten we nog bedenken? Hoe vaak moeten we nog denken van oké, weet je, nu gaat het gebeuren, nu gaat het daadwerkelijk wat veranderen. Er gebeurt helemaal niks. Kennen jullie de vier kernwaarden van de politie? Ik ken ze wel. Want ik als klein jongetje had ook een keer de ambitie om dit mooie beroep uit te gaan voeren. Totdat ik wat ouder werd. En in de trein, samen met mijn vrienden, werd lastiggevallen. Omdat we zogenaamd onze vriendinnen die samen met ons in de trein zaten, aan het vervelen waren. Deze meisjes waren wit en we gingen naar een dubstep party. En ja, wij waren de zwarte jongens in de trein die even lastiggevallen moesten worden. En daar had je dan die ene donkere agent die erbij stond en je zag dat zijn trots van binnenuit werd opgevreten. Want ja, groepsgevoel hè, je moet erbij horen. Je kan niet tegen je buddy ingaan. Dat is de mentaliteit. Dat is de mentaliteit die je ook gewoon ziet hier zo. Ze staan er wel met z'n allen, maar they don't give a shit. De een zit op zijn telefoon en zit gewoon te wachten totdat het feestje voorbij is. En dan vervolgens weer doorgaan alsof er niks aan de hand is. Want deze vergiftigde secte, zoals je het een beetje kan noemen soms, speelt met ons. Who's gonna watch the watchman is een spreekwoord wat vaak wordt gezegd. Wie halen wij wanneer de politie fout doet? Moedig, integer, betrouwbaar en verbindend. Dat zijn de vier kernwaarden van de politie. Er is geen moer van terug te zien tegenwoordig. En dat doet ons pijn. Het doet pijn dat je moet lezen, oh ja, weer een Turk minder. Het doet pijn als Rotterdammer om te zien van dat je, sorry, dat je, ja, ik schiet gewoon vol. Dat je kinderen, nu ze nog jong zijn en vrij, misschien opgroeien en fouten gaan maken en dat misschien met de dood kunnen bekopen. Of nog erger, een chokehold. Want we hebben niet alleen in Amerika hebben we onze George Floyd's, we hebben ze ook hier in Nederland. Oh ja. Hè? Mitch Henriquez. Ja. Rishi Chandri Kishin. Ja. En dan nog toch bedenken dat er nog meer van dit soort smerige regels nu er doorheen wordt gegeven, doorheen wordt gejaagd door wetgeving. Ja, dat een notitie tegenwoordig al genoeg is om niet in aanmerking te komen voor een VOG. Dat er minimale straffen zijn voor een agent die binnenkort over de streep gaat. Dat zijn allemaal regeltjes waar we waarschijnlijk misschien in de toekomst, als een agent zich verveelt of weer iets vervelends wil doen, onze zwarte jongetjes en meisjes en transgenders en noem het maar op last van kunnen krijgen. Het heeft heel veel vergelijkingen met de Paddy Patrol van vroeger. De Paddy Patrol waren de mensen die weggevluchte slaven gingen najagen. Die ervoor zorgden dat het machtsstructuur in stand gehouden werd. Deze berisping, ja, laten we ze eens heftig berispen, voelt hetzelfde aan. Je gaat over de schreef. Je bent niet verbindend. Je bent niet betrouwbaar. Jullie zijn alleen maar met jullie zelf en jullie eigen kliekje bezig om die machtsverhouding vast te houden. Er komen een hoop agenten, en niet allemaal natuurlijk, hè, want je hebt ook dat rotte appelverhaal, maar gooi je hele fucking mand weg als het niet werkt dan. Er komen een hoop agenten die willen politie worden,
voor de sensatie. Ik ken de verhalen. Ja, ga in Rotterdam-Zuid, want daar is veel actie. Ja, 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 daar gebeurt het. Ja, je wil erbij horen. Dat moet niet de maatstaf zijn. We moeten niet veranderen in een bananenrepubliek, zoals ze dat vaak zeggen. Want wat komt er dan? Hè? Ze zeggen wel eens, macht wijkt voor niets anders dan haar of zijn gelijken. Laat het niet zo ver komen, mensen. Geen foei, maar doei.